Vandaag hebben we dus besloten een kijkje te gaan nemen in de ghetto's, samen met Ronco als begeleider. In het centrum van Havana zoeken we een taxi die ons wil vervoeren richting San Miguel del Padrón. Na een rit van 20 minuten komen we aan op een plek waar nog nooit een toerist is geweest. De huizen zijn hier nog armzaliger dan in het centrum van Havana. Dit soort plaatjes zul je dus ook nooit tegenkomen in de reisgidsen. Waarschijnlijk is Champagne hier nog nooit op bezoek geweest. Enzo, hoe is het vervoer teruggeregeld? Oh, komen we nog... Una base de taxi aquí. ¿Más taxis aquí? Sí, allá adentro, todo okay. Taxi. Ok, muchas gracias. Het is heel raar, maar de hele buurt is bijna uitgerukt om ons min of meer te verwelkomen vandaag. Estamos aquí en San Miguel del Padrón, en casa de mi amigo Jorley. Ya ven ustedes cómo se vive aquí. Todo no es lo que se ve en la televisión, lo que se ve en la política. Aquí en Cuba también hay pobreza, sufrimiento, gente con hambre. Y entonces los medicamentos, los médicos se los llevan para Venezuela, cosas así. Entonces nosotros... cuando vamos a un hospital, el hospital está todo sucio, no te atienden. Malas condiciones, mala atención. Malas condiciones, malas atenciones. Entonces el gobierno no se preocupa por los derechos humanos de las personas. Ya ustedes ven cómo vivimos aquí. Hay carencia de calidad de vida. Y hay carencia de calidad de vida. Y no sé si es que decir. No, ya. Es todo. Habla, habla. Es todo, es así. Terwijl jullie thuis allemaal zitten te pokeren voor 100 euro, 200 euro op het internet, je geld aan het verkwisperen zijn, hebben ze het hier nog ontzettend naar hun zin met zelfgemaakte domino steentjes en een geïmproviseerde tafel. Oké. We kregen een rondleiding door het huis van een jongen die hier woont. Van hout opgebouwd en ik schat dat dit zo'n 25 vierkante meter is waar alles in staat. Maar het is van hout, hè? Dus geen stopcontact of wat dan ook. Kamer.
Por el agua. Kees. Lluvia. Oh, dit is... Het regen tegen, het lekt hier. Ja, ja. En wat is dit? Er is geen pakket, hè, wat hier op de grond ligt. Er ligt hier geen pakket op de grond. Het zijn, ik weet niet, het is platen. De Cubanen hechten nog altijd veel waarde aan het geloof. Na de revolutie in 1959 was geloven beperkt toegestaan. Pas sinds 1992 wordt religie gedoogd en door de overheid gecontroleerd. Cocina. Oké, gas. Con gas. Con gas. Oh. Geef ons heden ons dagelijks brood. Dat is wat deze Cubanen waarschijnlijk elk moment van de dag bidden. We krijgen ook hier weer een rondleiding door de badkamer. Stromend water is in dit stukje van Havana onbekend. Net als het fenomeen roestvrij staal. Toch fijn om te zien dat ondanks alle ellende de mensen er nog wel kunnen zingen. Oh, lekker, lekker. Oh, lekker, lekker. Zullen we even een klein stukje verderop gaan? Er is nog een wijk, die heet Miramar. Ook even kijken, vergelijken hoe de mensen daar wonen. Zeker.